eigenlijk wel heel goed, maar ik ben er zelf ook maandag bij geweest. Ik heb maandag heel daarmee staan timmeren. IJsje likken. Dus ik heb al natuurlijk heel veel gezien. En ik hoor eigenlijk van hun dat ze het heel leuk naar de zin hebben. Dus ze vinden het jammer dat het afgelopen is. Heel goed. We hebben een beetje opstartproblemen gehad qua vrijwilligers, maar we hebben een hele mooie week gehad met heel veel leuke activiteiten, een heel enthousiast team van vrijwilligers, dus ik kan alleen maar trots zijn. Hi, ik ben Marielle en ik ben een werkgroeplid van Kindervakantieweek Haren. Ik ben Esther van der Ven en ik ben een werkgroeplid van Kindervakantieweek Haren. Ik ben Kiki Sterke en ik zit in de werkgroep, ook net als Marielle en Esther. Nout. Lieke van Zelst. Fresna. Op maandag hebben we helaas een aantal keren moeten schuilen, maar de rest van de week mogen we echt heel erg blij zijn. We zijn 3 keer wezen schuilen. Mooie weer. We hebben geen regenprogramma gedraaid, er vielen een aantal kleine buitjes en schuilen was gelukkig genoeg. Jocht. Ik ben Simone Brok. Ik ben Ida Hollander. Ik ben Agnes van den Bergen en ik ben vrijwilliger van de Kindervakantieweek. Ik ben Fenne. Ik ben Brigitte van Lid. Ik ben Willem Welling. Ik ben Almella. Ja, heel veel pleisters en heel veel wespen steken dit jaar. Met de kinderen omgaan. Knutselen en op het luchtkussen springen. Ik in Haren had ik heel veel Magena en mijn vrienden die hadden altijd al erover gesproken, dus we hadden gekeken. Ja, gewoon gezellig en gewoon met iedereen omgaan en zo. Ik vond het heel leuk. Ja, alles natuurlijk ook. De huttenbouw vond ik nogal leuk en met mijn vriendinnetjes spelen. Heel goed geregeld. Goede organisatie, lieve en enthousiaste vrijwilligers. Superleuk. We hebben eigenlijk geen één wanklank gehoord bij de vrijwilligers. Geen ene wanklank bij de kinderen. En wat ik zo van de buitenkant gezien heb als vrijwilliger, is het gewoon echt grandioos gezellig verlopen. De eerste dag was even een beetje onwennig. Het was allereerst jaar voor Julia. En, maar ja, meteen leuk. Meteen leuk. Gewoon heel, ja super. Nou, omdat na de vakantie zag je weer je vrienden en zo. En ja, dat was gewoon heel leuk. Dat was het, dus we mogen eigenlijk niet klagen. Ja, het was gewoon heel gezellig en ja, gewoon altijd leuk. Ja. Heel leuk. Ja, ik vind het super leuk dat ze elk jaar zo voor de kinderen net voor de schoolvakanties afgelopen zijn een week samen activiteiten doen. Hij heeft er echt heel de vakantie naar uitgekeken. Iets minder, maar verder heb ik de week vloog voorbij, dus dat is een goed teken. Weet ik niet meer. Nou, gewoon de afwisseling, spelletjes doen en dan weer hutten bouwen. Een hut? Heel leuk. Een slinger gemaakt. Geknutseld. Een slinger gemaakt en een envelop gemaakt. Een brief. Springkussen. Ja, in het begin hadden we best wel problemen. Heel veel mensen wilden liever werken, wat geld verdienen. Dus we hebben wat oproepen op Facebook geplaatst. En ook heel veel ouders aangeschreven. En uiteindelijk hebben we genoeg vrijwilligers bij elkaar gekregen. 102. Behoorlijk wat, ja. Ja, we kunnen zeker met heel veel trots terugkijken op 2018. Ja, het weer zat mee en dat maakt vaak al een week, waardoor het lekker en makkelijk loopt. En voor 2019, we zullen zien wat het gaat brengen. We hebben nog geen plannen gemaakt, maar dat gaat de komende maanden gebeuren. Nou, sowieso wil ik alle vrijwilligers die dit jaar hebben meegeholpen vragen om er volgend jaar weer bij te zijn, want we zijn super blij met jullie, echt super trots ook. En aan alle mensen die er niet bij waren, jullie hebben echt iets gemist. En volgend jaar wordt het helemaal tof, want dan bestaan we 40 jaar. Dus dan hebben we een jubileumjaar en dan gaan we allerlei gave dingen organiseren. Dus jij moet er ook bij zijn. Tot volgend jaar.